Dus ik vraag graag op podium Lennart, Heidi, zijn mama, en ook Viviane, de verpleegkundige, en ook Jimmy, ook een andere persoon die ook de producten gebruikt. Dus graag uw applaus voor al mijn gasten die op het podium zullen zo kort staan. Als de mama wil hier komen zitten en Viviane, als je hier naast mij wilt komen zitten. Goed, voordat we starten met de interview, stel ik voor dat wij een video gaan bekijken met de getuigenis van Lennart, de mama, en ook Viviane, de verpleegkundige. En dan gaan we verder met het interview. Ik ben Viviane. Ik werk als urologisch verpleegkundige in het St. Franciscus ziekenhuis in Heusden-Zolder. Ik werk al 13 jaar voor de urologen hier op de raadpleging. We hebben Lennart ook op deze raadpleging leren kennen, omdat hij zelf een ongeval gehad heeft op 14-jarige leeftijd en daardoor een dwarslesie had. En hij zich is beginnen sonderen sinds toen. Hij is op de raadpleging gekomen omdat hij regelmatig infecties deed, blaasinfecties, en met zelf sepsissen, waarvoor een opname nodig was in het ziekenhuis voor antibiotica via een infuus te geven. Toen hebben wij op de raadpleging eens gekeken waar dat aan kon liggen. En hij werd gesondeerd door zijn ouders ook en hemzelf. En hij kreeg zijn blaas niet goed leeg gesondeerd, wat gebleken is toen hij op raadpleging kwam. Toen hebben we een cystoscopie gedaan, dus in de blaas gekeken. En daar zagen we dus de tekenen van de aanzuiging van de sonde tegen het slijmvlies van de blaas, waardoor dat er geen urineafloop meer was. Doordat ik in de Continence Advisory Board van Coloplast zit, heb ik de Lugia al leren kennen in een vroeger stadium. En toen ging er bij mij een belletje rinkelen dat ik dacht van, dat is misschien wel een optie om die Lugia voor hem te gebruiken. Heb ik dat aan dokter Dille, de uroloog, voorgesteld. Ik ben als uroloog met de Lugia-sonde in contact gekomen omwille van mijn patiënt Lennart. En Lennart is rolstoelgebonden, wordt gesondeerd door zijn ouders, de thuisverpleging, en sondeert zichzelf ook. Maar heeft een heel beperkte handfunctie. En ik heb hem leren kennen omdat hij heel veel infecties deed. Blaasinfecties, kreeg ook prostaalontstekingen en we vroegen ons dan af hoe dat kwam. En uiteindelijk bleek dat op de duur te maken hadden met resistente bacteriën. En dat was te wijten aan het feit dat de blaas van Lennart onvoldoende leeg gesondeerd werd, terwijl we dat eigenlijk niet wisten. En de nieuwe sonde nu laat toe om de blaas wel beter leeg te sonderen, omwille van die multiple gaatjes die daar zitten. Die sonde zuigt zich niet vast tegen een blaaswand. En dat is het grote voordeel, omdat je niet goed weet van wanneer is de blaas leeg. Voor ons is dat niet moeilijk, omdat we echo's en dat soort dingen hebben. Maar voor de patiënt thuis is dat wel lastig. En dus je bent ook nooit zeker dat je blaas leeg is. En het was ook zo dat als Lennart met de tillift s'avonds vanuit de zetel, nadat ze hem in de zetel gesondeerd hadden, naar zijn bed werd gebracht, dan verloor hij op de tillift gewoon water, bij urine. En we wisten dus ook niet hoe dat kwam, maar dan bleek dat die blaas onvoldoende leeg was. En nu is dat probleem opgelost. Dus voor hem is dat comfortmatig zeker een bijzonder groot voordeel. Een verschil ten opzichte van de sondes die we altijd gebruikten, was dat er heel veel kleine minuscule gaatjes in de sonde zaten. En dat wat we voorheen hadden, dat soms het gevoel was van ik krijg de katheter niet ingebracht, dus zit er wel voldoende urine in de blaas. Het kon zijn van niet, dat dacht je dan, maar we kregen gewoon de katheter niet in. En nu met die kleine gaatjes zou dat wel lukken. En dan zeiden ze ook van het voordeel zou ook zijn van dat de blaas veel beter geledigd werd. Nu eerst was ik zo wat sceptisch, omdat we hadden al veel katheters gebruikt en we hadden ook al heel dikwijls te horen gekregen van die is beter of die ander is beter. Maar we hadden nog nooit zo echt het effect van zal het nu wel waar zijn. En dan zijn we in een proefproject mogen stappen, dan hebben we een aantal katheters gekregen om dan uit te proberen. En dat was eigenlijk van in het begin was dat je bracht het in en dat ging zoals niks. Het was ja, een dag en nacht verschil. Je merkte ook van de urine die liep
heel vlot weg. Je had eigenlijk, want ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak ook angst had van, om hem te sonderen, gewoon om weer die confrontatie van, gaat het lukken, gaat het niet lukken, het lukt niet. Je denkt dus van, oké, er is geen urine en 5 minuten later, 1/2 uur later, dan heeft hem, ja, is hem weer volledig nat, wat voor hem ook heel erg was. Lennart zei dan altijd van, sorry mama, en dat was nu dag en nacht verschil. Je kan hem sonderen, de urine loopt heel vlot weg. En het fijne vind ik ook, als je zo op het einde van de sondage zit, dan zie je via luchtbelletjes van, oké, je zit nu op het einde van de sondage. Je weet dan ook van, de blaas is leeg. En eigenlijk moet ik zeggen dat we zijn nu bezig van, ik denk augustus, juli, augustus, dat we gestart zijn met gebruik van de Lugia. En ik moet zeggen dat we tot nu toe eigenlijk zelden nog een probleempje gehad hebben. Als er een probleem was, dan was het dat er nog een andere infectie bij zat. Maar dankzij de Lugia's is ons leven ook wel heel, heel veel veranderd in positieve zin. Ja, eerst en vooral wil ik jullie allemaal bedanken om jullie vooral bij ons te komen delen. Zeer pakkend, uiteraard. Een mooi verhaal. Maar benieuwd, hoe gaat het vandaag met Lennart? Eigenlijk heel goed. Ja, je ziet hem daar zitten. De camera's zijn daar. We mogen toch wel echt zeggen dat met het starten van de Lugia dat het toch wel een verschil gebracht heeft in het leven, zeker van Lennart. En we merken dat ook als ouders. Van, Lennart is precies rustiger geworden in het sonderen. Vroeger was het vaak als we... want Lennart is een levensgenieter, gaat graag, is weg, gaat graag naar een festival, is uit eten. En het was heel vaak, als we dan ergens waren, dat je ook bang was van... Gaan we nu kunnen sonderen? Gaat het lukken, ja of nee? En nu heeft Lennart zoiets na zijn drankjes van... Gaan we naar het toilet? Gaan we sonderen? De angst is precies weggegaan. En dat vind ik een heel grote meerwaarde. Dus die zijn nog altijd tevreden? Heel tevreden. En Lennart? Je mama zei dat je een bezige bij bent. Dus hij heeft heel veel hobby's, heb ik gehoord. Wat doet Lennart allemaal? Inderdaad. Leven. Leven. Ja. En genieten. En genieten. Nee. Genieten. Genieten. Heel belangrijk in het leven, genieten. Maar ik heb de indruk dat je een deugeniet bent. Dus Lennart, zijn hobby's zijn het tuinwerken. Hij heeft thuis een grote moestuin waar hij heel veel bezig is. Ik zei het net al, hij gaat heel graag eens op stap festivalletjes doen, uit eten. Doet hem graag op reis gaan. Eigenlijk zijn het heel veel zaken van voor het ongeval die hij graag doet, die hij nu ook wil doen. En hij heeft zoiets van datgene wat ik vroeger deed, wil ik nu ook nog kunnen. Oké, het is op een andere manier, maar hij probeert daar echt zijn dag mee te vullen. En eerlijk gezegd heeft hij veel te weinig uren op één dag. Nu, jullie gebruiken de Lugia katheter, maar ook jullie hebben ervaring met peristeen. Hoe gaat het hiermee? Ook heel goed. Vooraleer dat we de peristeen leerden kennen, hadden we een ander systeem voor de darmspoeling. En dan rond 2020 werden daar de materialen niet meer van gebruikt. Dus, en wij hebben altijd zoiets, we hebben graag reservematerialen in huis. Dus hadden we dan wel van de apotheek datgene wat er nog was, kregen we thuis. En dan zijn we met de Lugia's begonnen. En zijn ook de mensen van Coloplas thuisgekomen om alles te zeggen hoe dat het werkte. En werd daar gevraagd van, zijn er nog andere problematieken? Heb ik dat aangehaald? En dan zijn zij met de peristeen op de proeven gekomen.
De verpleegkundigen waren thuis. Ze hebben eigenlijk alles uitgelegd aan de verpleegkundigen. We hebben dat dan geprobeerd, dat systeem. Zijn we ook heel tevreden. Zowel van het systeem als ook de opvolging die we kregen van Coloplast. Want die mensen zijn speciaal achteraf nog eens thuisgekomen om te kijken van hoe werkt het? Is er nog een probleem? Onlangs hadden we nog een probleempje met dan de darmspoeling. Hebben we ook aangekaart. En ook daar kregen we direct feedback. Dus ook van de Peristeen zijn we heel tevreden. Ah, super. Er zijn heel veel zorgverleners hier in de zaal. Wat zou jullie graag willen vertellen? Coloplast is een top firma. Bedankt. Dankjewel. Het klopt dus wat Lennart zegt. Maar ook zou ik aan jullie toch willen zeggen van dat jullie een heel groot verschil kunnen betekenen in het leven van mensen zoals Lennart, die tussendoor toch wel zorg nodig hebben. Heel veel patiënten en de familie komen op een bepaald moment van vandaag op morgen in zo'n situatie terecht. Je moet zoeken naar allerlei hulpmiddelen. Je weet niet waar je terecht kan. Er komt zoveel op je af. En dan is toch degene die je dan op je weg tegenkomt, die zijn van enorm groot belang. En we hebben dat mogen. We zijn dat eigenlijk dikwijls hebben dat ervaren van mensen die het heel goed menen, maar ja, het is tijd, want de volgende patiënt is aan de beurt. Dan kan je je vragen niet stellen. Dan zit je nog met zoveel vragen als je naar huis gaat. Dan hebben we het geluk gehad dat we inderdaad in Heusden terechtgekomen zijn voor Lennart met de urologie. De dokter, een topdokter, een topteam. Daar hebben we zoveel know-how gekregen. Daar konden we altijd terecht. Ook bij dokter Dille kan Lennart eigenlijk altijd terecht. Is dat in het weekend? Is dat 's avonds? Is dat wanneer hij op kantoor is? Maar ook met de verpleegkundigen. En door de problematiek die hij had, op een bepaald moment weet ik dat Vivian zo met een klein hartje zei van ja, we zijn ergens of ze zijn bezig met een nieuwe sonde. En dankzij haar hebben we dan ook deze sonde mogen proberen. En echt waar, mensen, datgene wat jullie aanbrengen, dat is van cruciaal belang. Jullie kunnen echt het verschil betekenen in de soms heel, heel moeilijke periodes of moeilijke dagen die we moeten doorbrengen. Dus ik zou zeggen van luister naar je patiënten, hoor en datgene waar dat jullie de know-how hebben, geef dat mee. Het is ontzettend belangrijk en daar zijn wij de mensen heel dankbaar voor. Lennart, wil je nog één ding zeggen voordat ik begin met mijn vragen naar Vivian? Ik zag je een duim doen naar Vivian. En met een glimlach, maar wil je nog iets zeggen aan de mensen hier in de zaal? Ja. Vivian en de dokter Dille, dat is echt een top team, die hebben zo'n grote verandering in mijn leven gebracht. Echt, je moet hun echt een applaus geven. Voor u alleen, hè? Want Kurt is er niet bij. Dus klap, klap. Ik zal het zeker overbrengen. Dat zijn wel mooie woorden. Ik zie een beetje de traan. Ja,
in de ogen. Ik denk dat het zou voor het minst beginnen te wenen. Maar om terug te komen naar Lucia, waarom dacht je dat Lucia een oplossing was voor Lennart? Ja, met in de continence board te zitten heb ik al vroeg de Lucia leren kennen en de indicaties allemaal gezien met de aanzuiging en de testen die gebeurd zijn en zo. Ja, en hij had alle indicaties die voor die Lucia geschikt zijn. En ik had Sato een beetje in een tweestrijd, omdat hem eigenlijk nog niet kenbaar was. Maar ik ben toch blij dat ik de keuze gemaakt heb om hem voor te stellen aan de dokter. Nu zie je deze probleem ook bij andere patiënten? Ja, we hebben nu toch al enkele patiënten ermee kunnen opstarten. En over welke patiënten gaat het dan? Eén patiënt waar ik de man zelf met Parkinson kampt en zijn vrouw het aangeleerd wanneer het voor hem moeilijk was. En dan ook een patiënt, een oudere man, die eigenlijk op de consultatie kwam met incontinentieproblemen. En nadien bleek dus, ja, hij kon heel goed plassen, maar nadien bleek dat telkens als hij geplast had en er werd gesondeerd dat hij 600-700, 800 in zijn blaas zat. Dus die was echt een overloopblaas. En dus die blaas gaf niet meer aan wanneer dat die vol was. En die is daarmee opgestart. En die is er heel goed mee. Die heeft een heel routine ingebouwd van om de 4 uur gewoon te sonderen, omdat de blaas niet meer aangeeft wanneer hem vol is. Dus, Heb jij ondertussen al meer ervaring kunnen opmaken met deze katheter? Ja, door die paar patiënten al te kunnen opstarten. Want ik heb nu ook gehoord dat zeggen van een nieuwe blaas met veel vlokken en zo. Maar ik heb wel een jonge man opgestart met een nieuwe blaas en een Monty navelsonda. Die daarlangs sondeert en die de Lucia om en om gebruikt met de gewone Speedy Cat Flex. Omdat hij dan toch wel de vlokken kon evacueren, maar ook toch 3 keer per dag zeker is dat zijn blaas leeg is. Wens je nog een laatste woord of iets zeggen aan de mensen hier in de zaal? Ja, of alles is gezegd? Ja, alles is gezegd. Ik ben uiterst tevreden dat ik toen toch wel de knop doorgehakt heb van zou ik hem uit mijn handtas halen of niet? In ieder geval heb je al een dikke duim gekregen een paar keer van Lennart. Dus er zit wel inderdaad heel veel vriendschap tussen jullie twee. Dus het is heel mooi om te zien. Dus bedankt jullie drie om te komen getuigen. En ik ga een beetje dichter bij jou komen, dan anders zijn we wel veel te ver van elkaar. En ik ga misschien de microfoon ook aan jou geven. Want Jimmy, eerst en vooral bedankt om aanwezig te zijn. Nu, ik stel voor dat je jezelf voorstelt aan de mensen hier in de zaal. Ja, dag iedereen. Ik ben Verstraten Jimmy in 2015 ten val gekomen met op een motorcross-training. En een dwarslesie T6 vanaf de borst eigenlijk verlamd. Ik ben dan eigenlijk in Inkendaal terechtgekomen, revalidatiecentrum. Maar dan uiteindelijk achteraf overgebracht naar K7 in Gent. En ja, daar kwam ik eigenlijk in een sportschool terecht, waar ze mij op heel korte tijd alles geleerd hebben. Van autorijden tot thuis, alles doen, mij aankleden. Ik ben die mensen allemaal eeuwig dankbaar, want anders zonder hun had ik hier ook nu nooit niet gezeten en de draai niet gevonden in mijn dagelijks leven. Ik was dus zelfstandig garagist. Op die moment mijn zaak moeten stoppen, de relatie gestopt. Een ongeval heeft een hele zware impact, zowel op mij als op de partner, als mijn zoon, die was 17 maand. Ik kwam dan terug thuis. Het avontuur begon eigenlijk zodra ik thuis kwam, want in het revalidatiecentrum, dat belletje, heb je een probleem, je kon bellen, er is altijd iemand die direct paraat was. Maar ja, thuis had ik geen belletje en moest ik het zelf oplossen. En ik kwam dan thuis en ik wilde toch, ik was 28 jaar, terug iets betekenen in de maatschappij. En eigenlijk met een hulpmiddel voor mezelf te bouwen.
Ik wou met mijn zoontje naar de markt kunnen, naar de winkel kunnen. Heb ik eigenlijk een aankoppelfiets gebouwd, zoals hier op de foto. En ja, ondertussen heb ik nu 650 mensen, lotgenoten, verder geholpen. Met toestellen echt op maat gemaakt en aangepast naar hun kunnen. Ja, dus wat kan ik eigenlijk... ja, ik kijk even naar die foto terug van mijn zoon en daar komen heel veel herinneringen boven. Dat ik op plaatsen ben gekomen waar ik eigenlijk zonder mijn toesteltje nergens zou terecht kunnen gekomen zijn. Ja. En als je dat is zo'n beetje in grote woorden... Ja. Wie ik ben, ja. En wat ik doe. Ja, ja, maar ik heb wel gelezen dat je geen dagdagelijkse hobby hebt. Ja. Kan je daar iets meer vertellen? Ja, uiteindelijk... Dat is geen een hobby, dat zit echt in de genen. Ja, racen... na mijn ongeluk heb ik eigenlijk terug op een aangepaste crossmotor gezeten. Maar ja... Het spookt ook constant door mijn hoofd van als ik hier val, wie gaat er dan voor mijn zoon zorgen? En dat heb ik dan ja, na 2 keer rijden eigenlijk gestopt. En dan ja, een vriend die mij kwam halen om eens gaan te karten. En ik had daar dan 3 reeksen gewonnen. En ja, dan ben ik eigenlijk terug beginnen wagens aanpassen en racen op het circuit. En ook weer mijn passie proberen delen met lotgenoten. Dus 3 keer per jaar organiseren we eigenlijk een trackday waar lotgenoten volledig gratis ook eens kunnen meerijden met ons. Ja, dus het doet mij echt heel goed om ja, met lotgenoten in contact te blijven. Ja. Ja. Veel competitie? Of? Ja, ik stond eigenlijk helemaal klaar. Net toen corona kwam opduiken om in de competitie terug te beginnen. Ik heb dat dan even uitgesteld wegens verschillende ingrepen tegen de pijn en operaties waar ik moest van bekomen. Maar voor, ja, ik ben nu eigenlijk volop aan het trainen voor 2025. Ja. Wij kruisen onze duimen sowieso. Ja, dankjewel. je bent hier aanwezig omdat je bent een van de eerste... personen was die Lucia heeft getest. Wat was je eerste indruk van deze sonde? Ja, ik was heel blij dat ik dit mocht gebruiken en uittesten. Zo. Dan kon ik zo mijn feedback daarin geven. Vergeleken met andere sondes, het loopt veel sneller leeg. Ik vind het zo vervelend. Stel dat ik hier nu zou moeten gaan plassen. Iedereen in de zaal ziet u. En je zet hier dan zo een uur even weg. Tegen, allez, een uur is niet overdreven, maar elke minuut dat de blaasrapper leeg is, vind ik echt wel aangenamer. Dus, en dat is opmerkelijk met die verschillende gaatjes erin. Dat viel mij direct op. Ook heel belangrijk, bij de vorige sonde die ik gebruikte, als ik die opendeed, het glijmiddel was zo heel plakkerig. Ja, je moet dan discreet ergens gaan plassen. Je hebt niet altijd water in de buurt soms. Ik heb dan zo mijn ontsmettende doekjes bij. Maar dat was heel vervelend. Dat plakte op mijn kleding. Dat heb ik hier totaal niet. Ja, en dan ook... mijn zoontje die slaapt al... hij is nu ondertussen 10 jaar. Die slaapt nog steeds naast mij... Dus hij heeft eigenlijk een vorm van autisme, waardoor dat hij van het minste wakker wordt en angsten heeft. En dat was nu zoiets, iets waar de andere mensen misschien niet naar kijken, maar het lawaai van die verpakking. Als je 's nachts moet plassen, je doet die verpakking open, oh, dat kraakte en dat deed bij mijn vorige sonde. Hier is dat veel discreter. Dus dat was misschien zo, ja, iets waar jullie niet direct bij stilstaan, maar voor mij was dat ook wel een enorme meerwaarde. Ja, ja zeker. Ja. Want je hebt ook peristeen geprobeerd. En wat zijn je bevindingen? Peristeen was eigenlijk... na mijn ongeluk heb ik zo na de revalidatie wel wat gesukkeld eigenlijk om het juiste hulpmiddel te vinden om mijn toilet zo vlot mogelijk laten te verlopen. Verschillende lavementsoorten en... Ja, mijn lichaam reageerde daar raar en fel op. En nu, ja, ik gebruik dus de peristeen met die conus. Omdat, bij mij is eigenlijk mijn poep die is heel spastisch. Andere lavementen floepten daar zo plots uit, waardoor ik geen deftig toilet kon doen. Ik zo in het begin af en toe eens een ongelukje had.
En nu kan ik 's morgens gewoon spoelen en ik ben daar eigenlijk op, ja, op een minimum van tijd, op een kwartiertje, helemaal van mijn toiletgebeuren af. En ja, heel de dag eigenlijk vrij zonder zorgen. Ik had zelfs in het begin een tamponnetje gemaakt die het lawaai maakte van een foto op mijn telefoon om mij, ja, te laten weten dat ik naar het toilet moest. En ja, nu heb ik dat eigenlijk totaal niet meer nodig. Dus ik ben daar echt wel best tevreden van. Ja. Ik kan dat alleen maar aanraden. Denk ik. Ja. Ik wou dat juist vragen. Ja. Hebben we nog iets, ja, dat je zou graag willen toevoegen over de producten van Coloplast en het gebruik daarvan? Ja, het is hoe discreter alles kan verlopen en hoe vlotter, hoe mijn eigen waarde kriegt daardoor wel enorm naar boven. Ja, ik ben nu ondertussen 9 jaar verlamd en dat is zo'n gewente geworden. Ja. Het is ook heel discreet als je zo naar een camping gaat, een compact zakje om mee te nemen. Het lijkt gewoon op een toiletzakje. Het is niet dat je moet bekeken voelen van oei, iedereen gaat zien wat ik ga doen. Ja, ik kan eigenlijk zeggen, de sonde ben ik, ja, vrij snel leeg en de peristeen kan ik helemaal alleen zonder iemand nodig te hebben. En dat is voor mij heel belangrijk. In het begin, in het revalidatiecentrum, elke dag deed iemand anders dat. Dat was echt even zo, oei, dan moest ik echt gewoon worden. Maar nu, eens dat je thuis komt en hoe meer dat je zelf terug kan zonder het wit-gele kruis of hulp aan huis, hoe beter ik me eigenlijk voel. Ja. Oké, super. Heel mooi om te horen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid tot in Brussel te komen. Het was super interessant om te horen en te zien dat Lennart inderdaad super blij is. En dank je wel voor jullie komst. Het was zeer interessant om jullie eigen ervaring te horen en te delen. Dat brengt ons naar het einde. Ja, uw applaus uiteraard. Een warme applaus voor Lennart, voor Heidi, Viviane en Jimmy.